Ik ben af en toe teleurgesteld als mijn allereerste samples binnenkomen van mijn nieuwe collectie. Want dat komt vaak vanuit China en er gaat heel veel mis, kan ik je vertellen. Dus dan ben ik vaak zwaar teleurgesteld. Het duurt ongeveer 10 minuten en dan moet ik weer door en moet ik het aanpassen en verbeteren. Ik heb een hele grote passie voor reizen en dan voor mode. Eigenlijk staat reizen bij mij op de eerste plaats. Die passie is enorm en dat inspireert mij ook ontzettend. En daarna is mijn passie voor mode, anders zou ik niet kunnen doen wat ik nu doe. Seks kan ik niet genoeg van krijgen. Nee, seks is wel echt, het is echt heel erg belangrijk voor mij. In een relatie misschien wel een van de belangrijkste dingen naast liefde en genegenheid. Dus is van harte welkom. Liefde, dat is natuurlijk wel een heel breed begrip. Liefde is liefde is heel belangrijk, gewoon in het algemeen. Ook liefde voor je vak, dat overlapt een beetje met passie. Je moet dingen met een bepaalde soort van geestdrift doen, een bepaalde liefde voor iets. Want anders, dan is het niet echt. Nee, dromen, je moet altijd blijven dromen. Voor mij, zeg maar, specifiek is het de droom om toch het nog een keer te proberen als zeg maar, in de richting waar ik het liefste heen zou gaan. Op deze leeftijd nog, niet dat ik aan 60 ben, ik ben pas 33. Het is zo belangrijk dat je dat gewoon doet. Want er is niks ergers volgens mij dan op je 50ste terugkijken en dan zeggen van, nou, als ik dat had gedaan, dan. En dat je nooit weet of het je gelukt zou zijn. Ja, dat is altijd een goede vraag. Waar sta ik over 10 jaar? Dat is. Dan hoor je natuurlijk te zeggen, in de arena. Maar ik kan helemaal niet voetballen. Dus. Tenminste, niet zo goed als Demi. Ik kan natuurlijk wel hartstikke goed voetballen. Net Ajax 1 niet gehaald. Ja, het is echt baal. En Heracles 6 wilde me eigenlijk ook niet. Dus toen ben ik gaan zingen. Nee, waar sta ik over 10 jaar? God, ja, dat is wel. Nou, weet je wat het is? Ik hoop gewoon dat ik dan een paar albums verder ben. En misschien met een gekke theatertour of een clubtour. En dat ik kan doen wat ik leuk vind. Dat is waar ik naar hoop te staan over 10 jaar. Seks, zo. Nou, als er iets belangrijk is voor een kok in zijn leven, is het wel seks. Je gaat liever niks te horen, Kai. Nee, dat is koken, liefde en seks. Dat zijn echt twee handen op één buik. Dat hoort echt bij elkaar. De mooiste vrouwen verleid je met eten. Dus een groot voorbeeld is een van mijn allergrootste lievelingsfilms. Is The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. En dan gaat het eigenlijk over verboden seks. Ja, dat is perfect vormgegeven ook. Heel mooi. Erg belangrijk. Passie, dat is wel bekend. Het is natuurlijk eten. Ik droom, ik slaap, ik leef, ik adem, koken. Weet je wel, elke dag, elke minuut van de dag denk ik over eten. Dat is echt mijn allergrootste passie. Is gewoon, ik droom recepten, word ik wakker en dan probeer ik het uit. En vaak werkt het ook nog. Dat is ongelooflijk. Zo, nou, als ik profvoetballer was, dan zou ik in eerste instantie nooit gaan trouwen. Dat is het eerste wat ik nooit zou doen. Ik zou echt alleen maar feesten genieten en de hele wereld rondreizen. En echt genieten van het leven. Het lijkt me geweldig als je echt goed kan voetballen. Dan kan ik dat helemaal niet. Dan ben ik helemaal niet zo goed in sporten. Maar dat, als ik profvoetballer zou zijn, lekker veel reizen, genieten van het leven. En vooral niet trouwen. Mijn passie is voetbal, dat is duidelijk. Vanaf mijn vierde voetbal ik al. Dat is echt mijn nummer 1 passie. Maar daarnaast heb ik ook muziek wat mijn passie is. Ik hou heel veel van muziek en luister echt dagelijks naar muziek. Ja, liefde over het algemeen vind ik wel een mooi ding. Ik vind het leuk om mensen bij elkaar te zien en als ze echt verliefd op elkaar zijn. Dat vind ik gewoon echt mooi om te zien. Momenteel heb ik zelf nog niet echt veel met liefde nu, maar dat gaat ongetwijfeld komen. Ambitie, ja.
als voetballer heb je natuurlijk ambitie om het beste uit jezelf te halen. Om de top te halen, prijzen te winnen. En ja, mijn ambitie is ook om naar een topclub, Europees topclub te gaan ooit. En natuurlijk prijzen te winnen. En mijn eerste ambitie is nu ook om een EK te winnen natuurlijk. Dus dat hoort er allemaal bij, de ambitie.